De BOG-hulplijn 178 is weer officieel operationeel. De opening is vanmorgen gedaan bij de klantenserviceorganisatie Teleperformance. Het gebouw van de BOG is eind juni afgebrand en Teleperformance sprong toen al in om BOG uit de brand te helpen. Volgens minister Amar Ramadien van Volksgezondheid kan de samenwerking worden gezien in het kader van een efficiëntere inzet van de hulplijn. Er zijn vernieuwingen gebracht, er zijn veranderingen gebracht in het systeem. En dit is zeker prijzenswaardig. Dank aan het team van BOG, directeur Uri, de heer Bart en alle anderen, die samen met Teleperformance een dergelijk initiatief hebben opgezet. De ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Swan, vindt deze samenwerking een geweldig voorbeeld van public-private partnership en hoopt dat er in de toekomst sprake zal zijn van meerdere van dit soort initiatieven. Het draagt ook bij, naar mijn vaste overtuiging, aan de professionalisering van de overheidscommunicatie. Dat is heel belangrijk. Het is fantastisch dat de mensen die voor de BOG, voor de 178 hulplijn BOG hier werken, in een soort van kruisbestuiving kunnen gaan leren van de mensen hier van Teleperformance die al jarenlang met ditzelfde bijltje hebben gehakt. Overheidscommunicatie moet professioneel zijn, moet consistent zijn, moet klantvriendelijk zijn en bovenal, het moet de juiste informatie bieden aan de mensen die bellen. Rajesh Ori, directeur van het BOG, geeft aan dat de huisvesting bij Teleperformance zeker een verbetering is. Dus als ik het zo kijk vanaf één telefoon, een mobiel, dat gecirculeert onder 6 personen, 24/7, dan is vandaag weer een upgrade, we zijn blij daarmee, dat we stappen voorwaarts maken. Inzivax meldkamer is erg belangrijk, want ook tijdens de pandemie, 24/7, er zijn, ik weet hoe het was, in februari en maart, er was geen meldkamer, er was een telefoon en de hele avond werd er gebeld, er is een ambulance nodig, kende mensen van de RGD nog met wie we moesten afstemmen. Nu is het veel makkelijker en hopelijk is het, van hier gaat het veel beter zijn wat bereikbaar betreft, want we hadden ook soms issues met bereikbaarheid. Volgens directeur Teleperformance Suriname Chanel Gayadin wordt er nu met de huisvesting van de hulplijn in het bedrijf constructieve ondersteuning geboden. Wat wij doen is volledig in het kader van ons CSR-beleid om iets terug te doen in Suriname. We hebben ons bedrijf hier en 450 collega's die hier werkzaam zijn. Maar we vinden het belangrijk om ook maatschappelijk iets bij te dragen. Vandaar dat dit een kosteloze bijdrage is voor de 178-lijn en BOG. Dus wij rekenen hier geen kosten voor. Bieden jullie alleen de locatie aan of hebben jullie ook wat collega's uitgeleend? Nee, wij bieden niet alleen de locaties aan. Wij hebben ook een aantal collega's dedicated op de 178-lijn gezet. Sowieso een supervisor, een ervaren supervisor die gewend is om onze customer service specialisten te verbeteren en aan te sturen. Die hebben we dedicated hierop staan. Daarnaast een quality analyst die de lijn zal analyseren en kwaliteitsverbeteringen zal doorbrengen. Verder vanuit onze organisatie, vanuit het management, wordt er ook ondersteuning geboden aan Bart en zijn team om hier verder de next steps in te zetten. Er zijn ook artsen die de medewerkers ondersteuning bieden om precies te weten wat acuut is en wat kan worden doorgestuurd naar de huisarts.